Jan, dat is een dure nederlaag. Ja, we hebben onszelf tekort gedaan, denk ik. Gezien het spelbeeld ook. Alleen vind ik dat wij met het overwicht gewoon te weinig kansen hebben gecreëerd. En dan moet je een beetje geluk hebben. De eerste helft een keer een scrimmage. En dan op de tweede helft ook een aantal momenten die dan gered worden. Maar ja, dan is het wel heel sneu dat je dan ook nog een doelpunt tegenkrijgt. Want ja, hun hadden eigenlijk helemaal niks gecreëerd. Maar goed, het zit er dan vandaag in en dan houdt het op, hè, voor vandaag. Waar lag het dan dat jullie zo weinig creëerden? Ik denk dat we met name, hun spelen heel verdedigend. Hè. Ze willen in de omschakeling, ze hopen dat je een fout in de opbouw zal hebben. En dan schakelen ze snel om. Ja, daar speelden wij het gewoon de balsnelheid wat te laag. Met name de eerste helft, vond ik. Bleef ook vaak aan één kant spelen. Daardoor komen die spitsen natuurlijk ook moeilijk in de 1-1 of in de ruimtes voor de goal. Ja, dat is dan heel vervelend. We hebben ook gezegd in de rust, probeer snelheid te wisselen. Probeer balsnelheid wat hoger te hebben. Dat hebben we ook getracht te doen. We hebben ook mensen ingebracht die misschien het verschil kunnen maken aanvallend gezien. Het zijn toch natuurlijk wedstrijden kort op elkaar. Ja, dan moet je een beetje mazzel hebben, want ja, er waren een aantal momenten dat die bal dan net niet goed viel. Kijk maar naar het laatste moment met Werkhoven weer. Ja, dat zat er vandaag een keer tegen en dat is dan niet anders. Maar dat is heel vervelend dat hun dan ook nog een doelpunt maken. Is het seizoen nu voorbij voor Go Ahead Eagles? Nou ja, goed, we krijgen een aantal wedstrijden nog waar we naar uitkijken. En dat begint al tegen Fortuna. Dus we moeten wel zoveel mogelijk wedstrijden blijven winnen. Het is niet zo dat wij nu denken van nou het is klaar. Nee, we moeten wel proberen gewoon die wedstrijden goed te spelen. En we waren met een hele goede serie bezig. Dus dat moet je na één zo'n wedstrijd. Als je het spelbeeld ziet, ja, dan is er ook eigenlijk maar één ploeg die verdient te winnen, vind ik. En dan is dat heel sneu. Omdat het gewoon dure punten zijn die we laten liggen. Nou, maar goed, jullie staan nu 5 punten achter op Jong PSV en Fortuna in die vierde periode. Dat wordt lastig om dat nog te overbruggen, denk ik. Ja, nou ja, goed, we hebben steeds gezegd, die periode wil iedereen altijd. En zeker als je gewonnen had, blijf je daarin meedoen. En aan de andere kant moet je nog 5 wedstrijden spelen en kan je punten halen. En dat willen we ook zoveel mogelijk doen. Maar ik vind wel dat wij vandaag hebben laten zien dat we aardig kunnen voetballen. Alleen in de afwerking en in de goal komen, voor de goal komen, hebben we gewoon minder gedaan. En dan moet je een beetje mazzel hebben, maar vandaag hadden we dat niet. Nee, maar toch zonde, jullie waren zo goed bezig en dan tegen de hekken sluiten, dan gaat het mis. Ja, maar goed, je weet, dit soort ploegen die hebben altijd wel veel kwaliteiten. Die kunnen altijd wel een keer toeslaan. Die hekken sluiten zeg maar niet zo gek veel bij die jonge teams. Die hebben een andere doelstelling, die zijn aan het opleiden. En wij moesten vandaag eigenlijk gewoon winnen. Nou, daar zijn we ook voor in de bus gestapt, daar hebben we ook alles aan gedaan. Ja, daar moet het ook een beetje mee zitten. Maar goed, vandaag hadden we niet echt geluk aan de zijde. En ik vind dat we dat met name aanvallend gewoon te weinig gebracht hebben. Waar komt dat aan? Nou ja, iedereen is teleurgesteld, dat moet ook. En gezien ook de resultaten van de laatste weken moet je ook teleurgesteld zijn. Dus je merkt wel dat ze met name ook het gevoel hebben van hier had meer ingezeten. Ja, qua spelbeeld had het natuurlijk meer ingezeten. Alleen, ja, vandaag kwam het er niet uit.